Mevrouw de premier, gisteren werd in de Nederlandse Kamer hevig gedebatteerd over het Europees herstelfonds van 750 miljard euro. De Nederlandse parlementsleden willen helemaal niets weten van de heften richting Zuid-Europese landen. En mijn eerste vraag, mevrouw de premier, is of u morgen vrijdag Nederland, maar ook Oostenrijk, Denemarken en Zweden zult steunen. Wij noemen die landen bewust de verstandige vier en niet de zuinige of vrekkige vier. Want de term herstelfonds is buiten gewoon misleidend. Er is namelijk nauwelijks een verband tussen het fonds en het herstel na de coronacrisis. Het overgrote deel van die 750 miljard euro wordt verdeeld op basis van werkloosheidscijfers tussen 2015 en 2019. En de omvang van de bevolking en het BBP in 2019, factoren die dus helemaal niets te maken hebben met de coronacrisis. België heeft bij de hoogste sterftecijfers en wordt vandaag in die Economist wereldwijd bestempeld als het land dat de coronacrisis het slechtst heeft aangepakt. Maar we worden toch onderbedeeld in dit fonds. Corona wordt dus misbruikt door de Europese Commissie om de EU groter te maken en de transferunie verder door te drukken. En de manier waarop dit gebeurt met dit voorstel is nieuw. Enerzijds wil de Commissie zelf leningen gaan afsluiten op de financiële markten, gemeenschappelijke schulden maken dus. En anderzijds wil de Commissie aan eigen Europese inkomstenbronnen werken, Europese belastingen dus. Mijn tweede vraag is dus, hoe staat u ten opzichte van de onderverdeling van België, nieuwe Europese schulden en nieuwe Europese belastingen? En tot slot, terwijl ons begrotingstekort oploopt tot 50 miljard euro, zou België volgens Knak en Le Soir gisteren in totaal ongeveer 17 miljard euro moeten bijdragen aan dit herstelfonds. Maar uw minderheidsregering vertegenwoordigt hier in dit parlement 38 op 150 zetels. Maar uw minderheidsregering vertegenwoordigt hier slechts 25% van het parlement. En mijn vraag is dus, namens wie spreekt u hier eigenlijk, mevrouw de premier? Namens wie gaat u vele miljarden euro's aan belasting? Dank u, voorzitter. Ik vind dit een schandalige vertoning. Onze economie krijgt momenteel zware klappen te voortduren. Sectoren zoals de horeca en de evenementen vechten om te overleven. Bedrijven gaan failliet. Honderdduizenden werknemers en zelfstandigen dreigen hun job te verliezen. En ongelooflijk veel mensen hebben moeite om hun huur, leningen, ziektekosten en boodschappen voor het gezin te betalen. Hoe ongepast en schaamteloos is het dan, mevrouw de premier, dat dan 750 miljard euro als heft of lening wordt uitgedeeld aan landen, voornamelijk Italië, Spanje of Griekenland. Elke cent die nog rest in onze staatskas moet gaan naar onze eigen mensen, onze eigen economie, onze eigen arbeidsmarkt en onze eigen koopkracht. Voorzitter, wij vragen de premier eindelijk eens de belangen van onze eigen burgers te verdedigen en een veto uit te spreken morgen vrijdag over deze helppot van 750 miljard euro waarvan wij 17 miljard moeten bijdragen. Een veto dus voor minder vinden zijn wij niet aanvaardbaar, is voor ons niet aanvaardbaar.